De kleuren met bloemen vandaag bij Jolanda. Ik zit hier in Utrecht op benedenflat. Nou, dan kleuren we natuurlijk ook alles, hè. Even kijken waar de bel is. Nou, ik ga maar kloppen. Nou, Jolanda, is daar bij je binnen? Je woont hier net, hè? Ja, nog niet zo heel lang. Heb je al die planten meegenomen? Want je bent een plantenliefhebber. Ja, ik heb een hoop meegenomen, maar ik koop ook regelmatig wat nieuws. Want soms dan zijn ze op, hè. Nou, dat is waar. En het is een groene oase, hè. Ja. Ik heb voor jou snijbloemen bij me, anthuriums. Maar ik heb ook nog een paar planten. Hartstikke. Kan dat er wel bij? Tuurlijk, maken we plaats. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Ik ben een hele mooie, slanke, grote vaas ben ik aan het versieren met asparagusgroen en met anthuriums. Ja, dan is dit de Safira en dit is de Sylvia. Het leuke van snijanthuriums is dat ze heel lang goed kunnen blijven op de vaas. En hoe komt dat nou? Kijk, dit is het schutblad, zoals ze het noemen, en de bloemetjes die zitten hier. En stel dat een bloemetje bevrucht is, dan duurt het 6 maanden voordat hij eigenlijk rijp is. Dus minstens 6 maanden kan hij in de natuur bloeien. Kan je rekenen hoe hij de snijbloem doet, want hij blijft zo 6 tot 8 weken goed, hoor. Het groen is ook heel bijzonder, dat is aspergegroen. Nou, deze kennen een heleboel mensen, want die zie je heel veel als kamerplant. Dat is de Asparagus sprengeri, is gewoon een asperge. Dit is ook een asperge en ik heb er net ook een gebruikt. Wordt heel vaak als basisgroen gebruikt in bloemstukken. Het is heel makkelijk en het gaat heel lang mee. Ik ben hier een schaal aan het vullen met Gloxinias, de Sonata. De Sonata is de enige dubbele. Gloxinia, dat is eigenlijk een plant die heel veel mensen niet meer kennen. Vroeger werd die heel veel gebruikt. Het is een knol. Je hebt zelfs tuingloxinia's die in de tuin gezet worden. Deze zijn echt voor de huiskamer. Ze houden er niet van om in de volle zon in de huiskamer te staan. Maar ze houden wel van een beetje licht. En je moet ze natuurlijk water geven, want ze hebben heel veel blad. En wat je nou het mooiste kan doen, is water geven ertussen. Want het is harig blad. Het kan smetten. En dat willen we niet hebben. Dus gewoon tussen het blad water geven. Moet je kijken, elke knop komt open. Zijn ze mooi of niet? Dit is de Calathea crocata candela. Dat is de bloeiende Calathea. Calatheeën die kennen we eigenlijk als het powerveertje, maar dit zijn die prachtig bloeiende. Ze houden absoluut niet van de volle zon. Nou, ik wel, daar zit ik lekker in. Ze staan er maar even. Je moet ze op een schaduwrijke plek in de huiskamer zetten en je moet ze vochtig houden. Dan gaan ze een hele tijd mee en dan blijven ze bloeien. Nou zijn dit allemaal prachtige planten. Die kweekt allerlei planten en op een gegeven moment gaat hij natuurlijk uitselecteren. Je gaat eerst de beste eruit zoeken en dan heeft hij wat minder beste en dan heeft hij de minder goede. Maar die beste die heeft hij apart gezet. Dat geldt ook voor snijbloemen. Zoeken ze eerst de beste uit en die noemen ze allemaal de koren. Kijk, wat een bos bloemen dit, hè. Ja, dat zijn freesia's. Ja, dat weet natuurlijk iedereen, maar dit zijn planten. Dit zijn eigenlijk freesia's, dat zijn knolletjes. Die zijn gekweekt in het gouden potje. Dat betekent dat het uitgeselecteerde bollen zijn. En dan kweken ze een plant van en dan gaat die zo bloeien. Dan hebben wij ze natuurlijk in de bloei getrokken. Maar meestal dan plantjes in de huiskamer als ze in de knop zitten. En dan kunnen ze weken bloeien en heerlijk geuren. Kijk, ik heb hier nog de cupressen staan, de coldcrest. Dat is eigenlijk een kamerconifeertje, zeggen ze wel eens. Laat ik hem gewoon in de tuin zetten, dan groeit hij daar ook. Ja, kijk, ik heb ze hier gewoon in deze bakken staan. En er staat green is easy care. Heel makkelijk in de verzorging, en dat is hij ook. Ik heb ze hier in een glazen vaas gezet. En dan zetten we ze heel decoratief op tafel. Nou, Jolanda, jij houdt van bloemen en planten. Is het gelukt? Ja, geweldig. Ik ben er erg blij mee. Je bent echt blij, hè? Je straalt gewoon helemaal. Ja, dan hebben we altijd een Ticentrum-moment. Ticentrum is eigenlijk heel iets bijzonders, hè? In het hele seizoen zie je andere kleuren. Want hij sluit steeds een beetje op het seizoen aan. Andere kleuren en planten. Ook trends die er zijn, de spelers op in. En het is eigenlijk altijd, als je naar de kijkt, krijg je een vrolijk gevoel van. Heb je dat ook? Ja, echt wel. Ze zien er schitterend uit. Maar moet je eens kijken, dat zijn verschillende planten. Welke zou jij nou kiezen? Wat is jouw Ticentrum-moment? Ik vind die roze heel erg leuk. Nou, neem je, pak maar. Die is voor jou. Dank je. Zo. Heel erg leuk. Kijk, ga ik iemand mee verrassen? Gaan ze iemand mee verrassen en dat is ook de bedoeling. Want je kan iemand een Ticentrum-moment bezorgen. Nou, dan zie je, hier is het gelukt. Dit is de kleur met bloemen. Nou, wil je nou ook dat ik langskom, moet je even reageren via je Facebook of onze internetsite. En wie weet kom ik langs. Kleur komt er ook.